Welkom bij deze serie over de astrologie-principes vanuit een nieuw perspectief. Er vliegt heel veel astrologische content om je oren tegenwoordig, de memes zijn niet meer weg te denken. En deze serie is bedoeld om de stereotypes te doorbreken en de verschillende sterrenbeelden op een andere manier te gaan zien. Te zien waar zit de superkracht en waar mag je waakzaam voor zijn. Weet je niet waar jouw zon, jouw maan en jouw ascendant staan? Ga dan even kijken onder de video of in de show notes van de podcast en kijk waar je je horoscoop kunt opzoeken zodat je deze drie weet en dus ook kunt gaan intappen op de energie van die drie. Steenbok is aan de beurt in deze video. Steenbok is een aardeteken. Het is een teken dat initieert. Dat gaat. Het initieert ook het winterseizoen. Steenbok staat bekend als de ontzettend harde werker. Super gedisciplineerd. Gaat ervoor en laat zich ook niet tegenhouden door, uh, door dingen op zijn of haar weg. Steenbok staat ook voor tijd en voor controle. Beide ook vanuit een perspectief van hoe kan het voor jou werken. Steenbok is letterlijk de bok. We hebben de ram natuurlijk helemaal aan het begin van het astrologisch jaar. En de ram is koppig, is vurig. En steenbok kan ook koppig zijn, maar vanuit een heel ander perspectief. Steenbok voelt zich namelijk heel erg verantwoordelijk, die snapt hoe de tijd in elkaar zit. Die snapt. Concepten als controle, plicht, verantwoordelijkheid. Koppigheid bij een steenbok komt dus vaak voort uit het zien: het kan anders. Wat je heel vaak ziet is dat in je vroege leven, in je jonge jaren, dat je mensen om je heen hebt gehad, waardoor jij het gevoel hebt gehad dat je één of vertraagd werd, dus dat mensen jou wilden afremmen. Dat je, dat je de discipline al had en juist door mensen om jou heen, dat je uitgedaagd werd om af te remmen. Of je was op jonge leeftijd al uitgedaagd om de verantwoordelijkheid die eigenlijk niet bij jou lag op je te nemen. Waardoor je al vanaf jongs af aan een hele rugzak vol bagage hebt zitten. Met verantwoordelijkheden die jij mee hebt gesleept. De les hierin voor iedere steenbok is om je los te koppelen van die verantwoordelijkheden die niet van jou zijn. En jouw aandacht juist te richten met geduld, met toewijding op wat er voor jou belangrijk is. Omdat steenbok een aardeteken is, is het niet een teken dat van 0 naar 100 gaat in twee seconden. Het ja, is dus ook niet zo langzaam als stier bijvoorbeeld is. Of langzaam is niet het goede woord. Stierenergie is meer de slow and steady. Ja, dus die gaat rustig door. Als steenboek kun je wel heel snel gaan in één keer. Maar wat het verschil is, is dat steenboek ook kan schakelen. Steenboek kan juist blijven zoeken en blijven. Tweaken en draaien, maar waar zit het meest bevredigende succes op de lange termijn? Want juist door de tegenslagen die je hebt gehad, juist door de vertragingen die op je pad zijn gekomen, zul je merken dat dat juist op lange termijn jouw brandstof is geweest om bepaalde patronen, bepaalde Controle te doorbreken. Steenbok is een teken dat een ontzettend goede leider kan zijn. En ik zeg bewust kan zijn, want het is een fijn lijntje natuurlijk met controle. Controle uit willen oefenen op anderen, dus de, de verantwoordelijkheden van anderen op je eigen schouders leggen. En vervolgens alles maar meeslepen. Steenboek is een uitstekende leider, omdat het de verantwoordelijkheden snapt. Een goede scheiding kan maken tussen: dit is van mij, dat is van jou, dat zijn jouw verantwoordelijkheden, dit zijn de mijne. En samen gaan we hiermee aan de slag. De hoge energie van Steenbok is dus ook vragen om hulp. Omdat je weet dat er dan een beter resultaat komt. Je vraagt niet om hulp omdat je het zelf niet kan. Je vraagt niet om hulp omdat je onder je verantwoordelijkheden uit wil komen. Maar een Steenbok vraagt om hulp omdat het weet dat het eindresultaat veel beter is als er hulp bij komt. Maar, hier komt de kanttekening. Het is altijd de kanttekening. Wat er gebeurt vanuit de maatschappij is dat we het vragen om hulp zijn gaan zien als een zwakte. Oh, dus je kunt het zelf niet aan. En dat weet je misschien rationeel dat dat niet zo is. Maar het zit in jou in het diepste van jouw ziel, maar ook wat de generaties voor jou hebben meegekregen, wat jij vroeger als kind hebt meegekregen. Al die lagen kunnen er dus voor zorgen dat jij als trotse steenbok, want er zit ook wel een stukje trots in, dat het voelt alsof het afbreuk doet aan jouw kracht. Het zal we allemaal weten: we kunnen het niet alleen, we hebben allemaal hulp nodig, we hebben allemaal ondersteuning nodig. Maar hoe fijn is het dat jij door jouw reis, door alle. Tegenslagen door het harde werken, door jouw prestaties, begrijpt dat een volgend niveau vereist dat jij dus om hulp gaat vragen. Dit is iets wat je niet vaak bij Steenbok hoort, omdat Steenbok de verantwoordelijk is, de leider, de CEO, en die heeft geen hulp nodig. Nou, wel. Dat is een belangrijke reframe die ik je wil geven. Want wat dit Uiteindelijk doet, een van de valkuilen is als je niet gerespecteerd wordt of over het hoofd gezien wordt, dat je jezelf heel klein gaat maken. En we hangen dus vervolgens ook, oh, maar ik doe het alleen vast aan, maar dan word ik meer gerespecteerd, want dan hebben mensen respect voor mij. Wow, jij doet het alleen. Ik zal je eens vertellen dat ik de meeste respect heb voor mensen die om hulp vragen, die zeggen. Ik ben tot dit punt gekomen en nu heb ik hulp nodig. Want dan wordt het eindresultaat nog beter. Dan wordt hetgeen waar ik naartoe werk veel groter, veel uitgebreider, veel dieper, veel krachtiger. Juist door die combinatie van jij bent hier goed in, ik ben daar goed in. Maar wel als als er wel altijd nog boven als leider als degene die alles aanstuurt. Steenbok kan ook heel snel dingen overzien, een plan maken, maar de uitwerking daarvan neemt vaak iets meer tijd in beslag. Dus ben je iemand die in je horoscoop ook wat ongeduldige energie heeft zitten of wat meer ongeduldige energieën. dan kan dat de Steenbok energie richting workaholic gaan trekken. Oké, okay, ik ben ongeduldig, ik wil dat het snel gaat, hup, 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 ik kan hard werken, dat weet ik, Laten we het nu ook gewoon doen. Terwijl als je die twee loskoppelt, het moet snel gebeuren, ik mag mijn tijd nemen, ik mag. Maar ruimte innemen om iets uit te gaan ontwikkelen. Geduld en toewijding zijn ook woorden die heel goed passen bij Steenbok. Want jij bent een meester in het in de pas houden, in het overzicht houden. In door alle tegenslagen heen bewegen. Maar bijvoorbeeld stier als het een tegenslag heeft, echt tegen een muur aan kan lopen. Kan jij zeggen: "Oké, okay, eens stapje je terug. Waar staan we? Wat kan er wel?" En weer door. En dat is ook de kracht van jou, omdat daardoor mensen dus wel respect en gezag voor jou hebben. Omdat je daar staat, omdat je zegt: "Oké, okay, dit is een tegenslag. Even een moment van rust, even een moment Afstand nemen en dan kunnen we door. Maar niet vanuit uh, tekorten, we moeten door. Hard werken, dat kan je, dat weet ik. Je hoeft, niks te, je hoeft niks te laten zien, je hoeft niks te bewijzen. Je kan hard werken, super goed, maar zorg ervoor dat het vanuit geduld en toewijding is in plaats van vanuit tekorten. En als je mij nu dit zo hoort zeggen. Ik hoop dat er veel herkenningspunten bij jou zitten natuurlijk. Oh ja, ja dit uh, hier herken ik me in. Ga dan nog een laag dieper. En download het gratis e-book. Waarin je dit allemaal op je gemakje nog kunt nalezen. Waarin je dus op een dieper niveau snapt... Waar je krachten liggen, waar de mogelijkheden liggen, maar ook waar de uitdagingen liggen en waar je wat waakzaam voor mag zijn. Zodat je het nog meer kan, kan gaan integreren. Want hier naar luisteren is natuurlijk hartstikke leuk. Maar ik wil ook dat je hiermee aan de slag gaat. Dat je het ook op een diep niveau gaat voelen. En ook bij jezelf te raden gaat. Waar laat ik nog dingen liggen? Waar loop ik tegen die uitdaging aan en hoe kan ik dat veel meer in harmonie brengen met elkaar?